De mensen die hier het kamp hebben opgezet, die hopen toch nog dat er een verandering komt in de regelgeving, zodat de mensen toch nog een kans hebben. Zometeen in twee vandaag een uitgebreid verhaal, ook een verhaal van een Chinese groep. Mensen die uitgeprocedeerd zijn en nu de komende weken, en de winter staat voor de deur, hier in dit kamp moeten zitten. Dus graag tot zometeen. Kerkasiel, waarbij de kerken uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak gaven. De Raad van Kerken heeft nu bovendien een tentenkamp ingericht om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar niet terug kunnen of willen. Ver weg in de bossen van Drenthe, midden in de natuur, hobbelen de Rode Kruisauto's over de zandweggetjes. Ze brengen zogenaamde technisch onverwijderbare vreemdelingen. Mensen die graag in Nederland willen wonen, maar dat niet mogen. Ze voldoen niet aan de regels. De rechter heeft gesproken en deze mensen hebben geen grond om in Nederland te blijven. Maar, zeggen de kerken, ze worden zonder pardon de opvangcentra uitgezet. Nu moet de publiciteit de politiek wakker schudden, vinden de kerken. Wij maken de mensen mee, wij komen ze tegen, wij halen ze op bij stations. Ze staan bij ons voor onze deur. Ik zie een moeder van 19 jaar met een kind van 8 maanden op de stoep staan omdat hij op straat is gezet. Ja, daar is geen overdrijven aan. Dat is gewoon in strijd met het verdrag voor de rechten van het kind dat dit gebeurt. En ik overdrijf niet. Ik vind dat in dit geval het beleid overdrijft om dit te doen. Zo'n 20 mensen worden hier in tenten ondergebracht. Overdag schijnt de zon, maar straks wordt het ijskoud. Justitie ontkent dat ze mensen op straat zet. Volgens justitie mogen mensen die niet terug kunnen naar hun land voorlopig in de opvangcentra blijven. Nee, dat is niet een vrije keuze. Op straat of dit, dat is het alternatief. Maar dit is een rare publiciteitsstunt. Nee, het is niet alleen een rare publiciteitsstunt. De opvang zit propvol. De hulpverlening heeft geen ruimte meer. De mensen staan of op straat of zitten hier in de tent. Dit is meer dan een publiciteitsstunt. Natuurlijk is het zo dat wij ons rekenschap hebben gegeven van het gegeven. Dat uiteraard de media hier op af zou komen. Maar het is wel degelijk ook een signaal naar de politiek van beste mensen. Kijk eens wat we hier hebben. Doe er wat aan. Als er slechte weer komt, wij denken, ja, hier heb je chaos bij ons te wonen, ja. Als wij zitten, dat plaats heb ik geen kans. De staatssecretaris wil niet reageren voor de camera. Wel laat ze het volgende weten. Ik vind het onfatsoenlijk dat de Raad van Kerken mij niet heeft geïnformeerd. Het gaat hier om mensen van wie de rechter de beslissing tot uitzetting heeft bekrachtigd en die absoluut niet meewerken aan hun terugkeer. De Raad van Kerken vindt dat de staatssecretaris ongelijk heeft. Deze mensen willen wel terug naar hun land, maar kunnen niet, zeggen de kerken. Dus is de keuze op straat of hier. De Miffema kunnen ook niet terug naar het land van herkomst. Mannen, vrouwen en kinderen worden dan zomaar ergens op station neergezet en moeten zelf maar zien waar ze terechtkomen. Voor deze mensen is het tentenkamp een allerlaatste onderkomen. We schakelen live over naar verslaggever Jeroen Snel in Dwingelo. Ja, Joanne, dat klopt. Ik sta hier ergens in de bossen van Drenthe. En op dit moment vindt er een openingsceremonie plaats van dat tentenkamp. Het is een tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers die eigenlijk terug moeten naar hun land van herkomst, omdat ze hier totaal geen voet meer aan de grond kunnen krijgen, letterlijk. Maar ze mogen niet terug naar die landen waar ze vandaan komen. Een land als China bijvoorbeeld wil die mensen niet meer het land innemen. Nou, op dit moment vindt er een openingsceremonie plaats. Dat is een groot woord, maar we gaan even ernaar kijken. U ziet dat daar een kaars brandt, een kaars die is meegebracht door de Raad van Kerken die het tentenkamp hier ook organiseert. En met die kaars zal zometeen de lantaarn die daarnaast staat worden aangestoken door mevrouw Ineke Bakker van die Raad voor Kerken. Zometeen meer. We hebben eerst even wat feiten voor u op een rij gezet. We hebben een Chinese familie geportretteerd die nu in een van deze tenten moet wonen voor... Hoe lang? Dat weet niemand. Kijkt u naar een reportage van collega Henrika de Vries. Vanochtend vroeg arriveerden de eerste vrijwilligers om de laatste hand te leggen aan het tentenkamp. Dit is een tent waar de bewoners in komen te wonen voor 2 maanden. Er staan op het moment nog 10 bedden in. Er worden 4 bedden uitgehaald. En we proberen de bedden iets anders neer te zetten, zodat ze wat meer ruimte hebben. Er komt een tafeltje bij, een paar stoelen, voor elke bed een stoel erbij waar ze hun kleren kunnen neerleggen.
En dat gebeurt vandaag nog. We zijn zaterdag de hele dag bezig geweest. Je kunt wel zien, overal hangen kabels om noodverlichting aan te leggen. We hebben hier een, zo eenvoudig dat ze s'avonds toch een beetje licht hebben. Zodat ze bij een tafeltje er toch nog wat kunnen schrijven of zo. Maar het is toch in de bedoeling dat dit echt een slaapgelegenheid wordt. In de loop van de dag worden hier 20 uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen verwacht. Het gaat om mensen die zijn afgewezen, maar niet terug kunnen naar hun moederland. En daarom staan ze op straat. De komende weken is dit tentenkamp hun onderdak. Een van de buurtbewoners die per brief is ingelicht, heeft gemengde gevoelens over de actie in het natuurpark. Dat gaat toch niet? Dan ben je toch asociaal bezig? Maar wat moeten die mensen dan? Ja, in de kerk dan. Die is lekker verwarmd. Maar dat kent toch niet? Je hebt hier niet eens een riolering. Die schaten straks gewoon over in het bos. Dat vervalen ze toch? Dat kind of niet? Ik vind het niet kunnen. Nee, natuurlijk kan ik het. Jij doet het toch ook niet? Je bent toch ook een Hollander? Dat ken ik niet. Laat het op het stadhuis of het gemeentehuis of op een verwarmde camping. Maar niet op een steenvloertje, een tegelvloertje. Ken ik. Onbegrouwen. Anderhalve week geleden besteden twee vandaag aandacht aan een uitgeprocedeerde Chinese opa en oma met hun 8-jarige kleindochter. Ook deze familie mag niet in Nederland blijven, maar kan ook niet terug naar China. Door het opsporingsbevel van mijn man wordt het door de politie gezocht. Met een arrestatiebevel terugkeren naar China betekent dat tenminste de doodstraf. Een aantal jaar gevangenisstraf is nog niet het ergste. Maar als het misdadigers veroordeeld zijn en in China en dan terugkeren, betekent dat de doodstraf. De Chinese familie vond onderdak in het zuiden des lands. Maar toen eenmaal duidelijk werd dat ze echt uitgeprocedeerd waren, zijn ze uit angst voor de politie alsnog gevlucht. Twee vandaag vond de familie terug hier in het tentenkamp. Natuurlijk was het vluchtelingenkamp beter. Maar op straat gegooid worden, dan is het beter hier dan op straat. Daar zal het kind koud vatten en het nog moeilijker hebben. Als ze maar naar school kan blijven gaan, dan heb ik mijn doel bereikt. De familie is erg blij dat ze hier tijdelijk terecht kunnen. Alles is beter dan een leven op straat. De uitgeprocedeerden hopen dat de regering opnieuw wil nadenken over het huidige asielbeleid. Wat is dit nu voor leven? Ze zeggen dat Nederland een humaan land is. De kerk heeft gezegd dat we toch bescherming zullen krijgen. Maak je maar geen zorgen. We zullen beschermd worden. Ik hoop dat justitie meer begrip zal krijgen voor onze situatie en een eerlijke uitspraak zal doen, zodat we in Nederland beschermd zullen worden. Samen met 17 andere onverwijderbaren woont de Chinese familie nu hier in het Drentse Natuurpark. De vraag is of er in de toekomst een echt huis voor deze mensen gevonden kan worden. Het woord is nu aan de politiek. Ik ben live verbonden met de bossen in Drenthe, omgeving Bijlen. Het tentenkamp is zojuist geopend, de kaars is aangestoken. En op dit moment doet een van de bewoners een toespraak en ook een oproep aan de Nederlandse overheid om deze mensen die nu noodgedwongen in deze tenten moeten wonen, toch nog een kans te geven. Meneer Van Tilburg van de organisatie van deze tentenkampactie, een kaars is aangestoken. Waarom een kaars? Nou, heel nadrukkelijk in dit geval een kaars aan de paaskaars. Het kaars van hoop, teken van leven. En de noodverlichting is een stormlamp. In woelige tijden heb je ook een stormlamp nodig. 2 jaar.